En wat je natuurlijk deze week natuurlijk heel prominent gezien hebt, zijn de rampzalige gevolgen van die aardbeving in Turkije natuurlijk. En, en met name, dat maakt het wellicht nog een stukje rampzaliger. Nee, er zijn twee aspecten die het nog rampzaliger maken. Dat is natuurlijk dat een groot deel van de ingestorte gebouwen wellicht niet in hadden hoeven storten. als er iets oordeelkundiger gebouwd zou zijn. Al begreep ik dat een. Aanzienlijk deel van de bodem daar in die regio. Je hebt die kaartjes ook wel gezien. De mensen maar even kijken uit sediment bestaat, wat niet erg stevig is. Want er was één plaats waar nauwelijks schade was gevallen. En de burgemeester had gezegd: zie je wel, dat is onze verdienste. Maar daar werd toch onmiddellijk bij opgemerkt dat daar de ondergrond nou juist niet uit sediment bestond. Dus ja, het, 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 het toch dan word je toch weer geconfronteerd met de inherente corruptie van de Turkse samenleving. Ik moet je zeggen, dan zeg je toch ook niet van, nou dat had ik nou toch echt niet gedacht. Turkije, dat is toch, nou ja, kijk even op de lijst van de meest corrupte landen. Ik weet niet precies waar Turkije staat, je weet, we hebben het erover gehad. Finland is nummer 1, wij zijn nummer 6, maar zakkende. Maar waar Turkije staat weet ik niet, maar iedereen weet dat natuurlijk zeker de lokale overheid daar niet bijster eerlijk in elkaar zal steken met alle gevolgen van dien. En dan is er natuurlijk een tweede punt wat het allemaal nog veel erger maakt, dat natuurlijk als je kijkt naar de, 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 de geografische situatie en de, de geologische situatie bedoel ik eigenlijk, die, die is min of meer wanhopig stemmend. Niet waar, het gaat, heel Turkije vormt het, het anatolische, de anatolische plaat, zeg maar rustig plaatje. Want het is dus een soort mini plaatje, niet waar, wat door regen is met, met, met gruwelijke eh, barsten, met gruwelijke, eh, heet dat, van die lijnen waar langs die eh, verschuivingen plaatsvinden. En dat plaatje wordt bedreigd door drie reusachtige platen die in de omgeving liggen, namelijk de Afrikaanse plaat. De Arabische plaat, die ook niet zo groot is, maar toch een stuk groter. En de Euraziatische plaat, die drukken eigenlijk alle drie. Met als gevolg dat je over, op die breuklijnen kunt voorspellen. Ja, wat eh, nou, de vorige beving was, wat was het, in 1999 geloof ik. Ja, toen kwam Erdogan. Ook 17.000 eh, mensen dood. Nu zijn we richting de 50.000. Het zal wel in die richting gaan, neem ik aan. Ja, en je kunt met zekerheid voorspellen dat het over 40, 50 jaar of nog veel sneller weer gebeurt. Want die spanning die blijft natuurlijk die opbouwen daar. Die druk van die bewegende platen, die houdt niet plotseling op. En dan komt er dan nog bij, begreep ik uit de verhalen, dat ook in een gedeelte van het gebied de ondergrond nogal week sediment is. Dus ja, dat maakt het allemaal nog een stuk erger. Er waren het ook architecten laten oppakken, hè, die dan slecht gebouwd zijn. Ja, je begrijpt dat er natuurlijk... Die zullen ook wel niet op fris op de leven zijn geweest. Maar de essentie is natuurlijk dat de overheid klaarblijkelijk niet... effectief toezicht heeft gehouden op de bouw van, van flatgebouwen in die, in die regio. Maar waar ook de gebouwen blijven staan. Nou weet je natuurlijk nooit in hoeverre dat weer met heel lokale eh, geologische factoren eh, samenhangt. Maar ja, feit is, het is... Eh, ja, als je, als je sowieso, als je zou zeggen, nou ik, ik wil ergens wonen waar de, de aarde niet al te veel beeft, dan zou ik zeggen, dan moet ik beter niet op de Anatolische plaat gaan wonen. Daar komt het wel op neer. Overigens heb je natuurlijk in Nederland ook wel eens aardbevingen, maar die zijn toch ah, veel minder eh, in, in omvang. Zij het ook, dat, hè, we hebben ooit zo'n forse beving gehad bij Roermond was het toch? Daar was ook wel forse schade ontstaan. Maar daar was maar één dode gevallen. Ja, ik heb het even nagezocht. Namelijk een mevrouw in Duitsland die zo was geschrokken dat ze een hartverlamming had gekregen. Dus ja, dat is wat anders dan dat je, je dode talt naar de 50.000 toe loopt, natuurlijk. Zat jij in het belpanel van die Giro 555 actie? Nee, zeker niet. Nee, nee. Want het was zo'n heel panel. Ik ben panel... geen ideale figuur aan de telefoon. Absoluut niet. Nee, maar omdat je natuurlijk bekendheid hebt, dacht ik misschien hebben ze je wel gebeld van meneer Van Rossum. Geen moment, nee. Ik heb een keurige bijdrage gestuurd, maar ik heb, ik zei, bovendien als ze het gevraagd zouden hebben, ik weet het niet of ik het gedaan zou hebben. Dan moet je een uurtje eventjes in beelden en geluiden hè, bij me, tussen die andere BN'ers zitten en de telefoon opnemen. Ik weet niet of ik het fijn vind om tussen andere BN'ers te zitten. Maar dat is voor het goede doel dan? Je moet ook zorgen dat je niet al te veel een BN'er wordt, want dan zitten we met z'n twee BN'ers in de auto. <laughs> ja, 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 Dat moeten we niet hebben. Maar je hebt er niet mee meegedaan? Nee, ik heb er niet mee meegedaan, nee. Nou ja, kijk, eens. ik geloof dat er 88 miljoen verzameld was. Althans, dat zag ik op tv. Dus het zal wel lopen naar de 100 miljoen, maar we aannemen. Ja, hartstikke fijn. Nederland is altijd heel gul in dit soort van situaties. Maar het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaats. En, ja... Het gaat hier om honderden miljarden schade. Ja... ja. Het is een beetje flauw om iedere keer te zeggen, maar de vraag die iedere keer gesteld wordt: komt het wel goed terecht? En hoe weten we dat? Ja, dat weten we dus niet. Nee. Het, het, het is ook. Een, ja, je ziet al die onbeschrijfelijke ellende. In het bijzonder natuurlijk ook die reddingen, die aan een combinatie zijn van ellende aan de ene kant en opluchting, toch nog. Die vrouw iemand, die drie dagen lang onder tot de puin. Of tien dagen nog zelfs. Wat vrij uniek is allemaal. Ja. En dan, ja, dan heb je, je wilt iets doen, maar je kunt natuurlijk eigenlijk geen kloot doen. Dat is zo klaar als een klontje. Dus wat doe je dan? Je, je stuurt een, een, een geldbedragje. Dat doe je. Ja. Maar verder ben je natuurlijk volstrekt hulpeloos. En ja, je, je weet hoe dat is na nou, aardbevingsschade. Het is ook iets waar je, waar je uiteindelijk niemand de schuld van kunt geven, aangezien het natuurgeweld is. En bovendien, dat is hier structureel. Het is dus niet dat het nu één keer gebeurt en dan 10.000 jaar niet meer. Hè? Wat je bij sommige vulkanen hebt. Maar nee, nee dit zal zich ongetwijfeld binnen een kwart eeuw kunnen voorspellen dat zich de volgende ernstige beving voordoet. Maar komt dit dan nou bij de Turkse overheid terecht, dit geld? En die verdelen dat dan? Ik heb geen flauw idee, nee. Ja. Ik denk dat dat geld terecht komt bij, bij uh, geprofessionaliseerde hulpverleners. Je hebt natuurlijk tal van organisaties in de wereld die met al dit soort van gelegenheden opkomen draven. Artsen zonder grenzen, Oxfam, nou wat heb je al niet op dit terrein? Hoe ze dat precies verdelen, ik, dat weet ik niet, dat zou je moeten uitzoeken.